Maar vandaag hebben we allerlei leuke activiteiten voor kinderen. Waarin we laten zien wat voor moois je allemaal van ja, waardeloos afval kan maken. Dat afval eigenlijk toch wel gewoon waardevol is. In de werkplaats van Koek en Sophie kunnen de kinderen allerlei mooie producten maken van bepaalde afvalstromen. Ze kunnen een mooie wormenhotel maken. Je kan ook mooie schorten maken van oude kleding. En daarnaast hebben we ook de leuke afvalsafari, waar we dus op ontdekkingsreis gaan voor met name afval. Vandaag hier in de keuken met kinderen een soort van taart aan het maken. En die taart maken ze van oud brood. Het verloren brood dat je anders weg zou gooien. En de appels, die eigenlijk ook geen bestemming hadden, die worden hier omgezet in een hele lekkere taart. Ik maak nu een zeepje. Er zit allemaal in zeep, heet water, koffiekruiden. Ik heb ook een schort gemaakt zelf. We recyclen eigenlijk stofjes en zo. Ook kleren zitten ertussen, vesten en zo. We hebben een wormhotel gemaakt. Daar hadden we een emmer en daarin moesten we aarde doen en karton en nat karton. En daar deden we dan de wormen in. Soms zijn als het weggegooid geworden en dat is niet zo fijn. Dus we recyclen het wel. Dit is voor mij heel leuk. Waarom? Omdat we eigenlijk bij onze volgende generatie, de kinderen, hè, laten we al zien. Maken we ze bewuster van hoe zij beter kunnen omgaan met onze grondstoffen.